Welkom bij de uitlegvideo van Food Magnet. In Food Your Magnet ben je een restauranthouder en je gaat proberen de juiste snacks te maken, dus pizza's, burgers, maar ook frisdrank, om uiteindelijk die te verkopen aan alle mensen in de omgeving. Want je probeert zoveel mogelijk geld te verdienen, want de speler die aan het einde van het spel het meeste geld heeft, die wint Food Your Magnet. Food Your Magnet is echt een expertspel, dus als je daar niet zo van houdt, dan is dit misschien niet iets voor jou. Daarnaast kun je ook niet al te veel fouten maken, want een fout aan het begin van het spel kan een grotere gevolg hebben voor de rest van het spel. Maar goed, wij zijn groot fan van dit spel. Dus laten we gaan kijken hoe het speelt. Hier zie je hoe voetje en Magnet op de tafel ligt. Je ziet hier het speelgebied. Dat zijn in dit geval negen tegels. Maar als je met meer spelen speelt, dan kan het zijn dat er meer tegels liggen. Je ziet hier een aantal van de milestones. Dat zijn als het ware doelen die je kunt halen. Normaal zijn dat er meer, maar in verband met de tafelruimte hebben we er een aantal neergelegd. Je ziet hier de verschillende tokens. Dat zijn eigenlijk het eten en het drinken dat je probeert te verkopen. Je ziet hier de verschillende personen die je aan kan nemen. En ook dit is een selectie uit de personen die het. In allemaal zijn in het spel want je ziet hier bij de player menu zie je aangegeven welke personen je allemaal aan kan nemen en zoals je ziet zijn dat er veel meer dan hier op dit moment open liggen maar dit zijn in ieder geval wel alle belangrijke karakters we hadden helaas niet de tafelruimte om alles helemaal neer te liggen maar alsnog weet je voldoende om uiteindelijk met Voetje en Mac aan de slag te kunnen je ziet hier het geld je ziet daarnaast ook de verschillende advertentiemogelijkheden hier wordt aangegeven wie als eerste aan de beurt is en dit is je beginkaart en daarnaast kun je ook nog wat huizen dit zijn huizen die er op het bord staan. En dit zijn losse huizen die je uiteindelijk toe kan voegen aan het speelbord. Nou, hoe wordt het spel nou precies gespeeld? Je volgt een aantal fases in een ronde. En dat zijn telkens dezelfde fases die precies aangegeven staan op je player menu. Dus als je al die fases gehad hebt, dan is een ronde voorbij. Op het moment dat de pot leeg is, aan het begin van het spel heb je namelijk een pot samengesteld van 50 geld per speler. En op het moment dat dat leeg is, dus als al het geld eruit gehaald is en bij de spelers is, dan is uiteindelijk de eerste fase van het spel afgelopen. Vervolgens draait iedereen een kaart om die je aan het begin van het spel gesloten hebt neergelegd. En daarop staat aangegeven hoeveel geld er opnieuw in de pot wordt toegevoegd. Nou, als voor de tweede keer die pot leeg is, dus al het geld dat in de pot zat, is er wederom uitgehaald, ja, dan is het spel afgelopen. Aan het einde van de ronde ga je kijken wie het meeste geld heeft verzameld, en de winterspeler die het meeste geld heeft verzameld. Nou, hoe wordt het nou precies gespeeld? Je loopt dus elke ronde een aantal fasen. En de eerste fase gaat over dat jij gaat selecteren welke personen je uiteindelijk in dienst wil nemen en welke je aan het werk wil zetten in deze ronde. Aan het begin van het spel is dat heel makkelijk, je hebt namelijk alleen de CEO-kaart. Maar later zul je steeds meer personen aannemen door middel van kaarten en dan moet je gaan beslissen welke personen je uiteindelijk aan het werk wil zetten deze ronde. En dat is wel goed om te weten hoe dat precies werkt. Want je ziet aan het begin dat je hier drie open slots hebt. En dat betekent dat jij zelf maximaal drie personen aan kunt sturen die je deze ronde aan het werk kan zetten. Dus als ik bijvoorbeeld in de toekomst al een aantal kaarten verzameld heb, en ik zal even dit voorbeeld maken. Dus als ik bijvoorbeeld deze drie kaarten al verzameld heb in eerdere rondes. En ik moet nu aan het begin van de ronde beslissen welke persoon ik aan het werk wil zetten, dan zou dat in theorie heel makkelijk kunnen zijn. Ik leg namelijk deze drie onder mijn CEO kaart neer. Jullie kunnen dat lastig zien, maar ik heb er hier drie neergelegd en daarmee geef ik aan dat deze drie personen aan het werk zijn op dit moment. Iedereen die je niet neerlegt, die noemen ze op de beach en daarom wordt aangegeven dat die niet aan het werk zijn. Dus die gaan niet hun acties uitvoeren deze ronde. Zoals dus je meer kaarten hebt, dan kan het zijn dat je uiteindelijk niet iedereen aan het werk kunt zetten. Daarnaast hoef je ook niet per se je volledige uh, slots te vullen. Dus je hebt, aan het begin van het spel heb je drie open slots, waardoor je drie personen maximaal aan het werk kunt zetten. Maar als je er meer hebt, kun je ook zeggen dat je er maar twee of één of desnoods geen één aan het werk zet. Uh, mocht je uiteindelijk in de loop van het spel meer personen tegelijkertijd aan het werk willen zetten, dan zijn dit soort kaarten heel erg handig. Je kunt uiteindelijk aan dit soort management kaarten komen. En als je die toevoegt aan jouw boom van personen die je aan het werk zet, dan zie je dat hieronder ook weer twee personen aan het werk kunnen. Dus op die manier kun je ervoor zorgen dat je steeds meer mensen aan het werk kan zetten in één ronde, waardoor je steeds meer acties uit kan voeren. Maar goed, aan het begin van het spel is heel makkelijk. Je hebt alleen deze kaart. Dus, dit is de enige die wat gaat doen. Maar in de loop van het spel ga je dus kijken op basis van de kaarten die je in je hand hebt. welke personen je aan het werk wil zetten. Nou, dat doet iedereen tegelijkertijd. Dus, je gaat kijken welke je allemaal neerlegt. En vervolgens wordt degene die de meeste openingen nog heeft. Dus, de meeste plekken die wel gevuld zouden kunnen worden door kaarten. maar die dat niet gedaan heeft. die speler wordt startspeler. Dus, je houdt hier de turn order op bij. Iedereen heeft een eigen restaurant met een eigen symbool. Degene met de meeste openingen, die wordt de startspeler en die komt op nummer 1 te liggen. En die speler gaat als eerste een hele belangrijke fase uitvoeren, namelijk de working phase. Stap 3 van de ronde is namelijk de working phase, en daarna ga je alle personen die je aan het werk hebt gezet, ga je daarbij de acties van uitvoeren. En je doet dat op een specifieke volgorde. Je begint namelijk, zoals aangegeven staat er op je player menu, met recruit employees, oftewel je gaat nieuwe personen aannemen. Daarna kun je recruit en train employees doen. Dus de tweede stap is dat je personen kunt trainen. De derde stap is dat je een marketingcampagne kunt openen. Daarna kun je voedsel en drinken verzamelen. Je kunt nieuwe huizen en tuinen plaatsen. En als laatste kun je nieuwe restaurants openen of verplaatsen. Dus je gaat telkens ga je die stappen uitvoeren in de working phase. En de eerste stap is dus recruit employees. Nou, hoe dat precies werkt: je gaat kijken hoeveel personen jij in jouw boom hebt, van personen die je op dat moment aan het werk hebt gezet, en hoeveel personen daarvan de actie Recruit kunnen uitvoeren. Aan het begin is dat er één, namelijk jouw eigenschap is van de CEO: hire one person. Maar stel je voor, als je wat verderop in het spel bent en je hebt ook een Recruiting Rule aan het werk gezet, dan zie je dat je tweemaal de actie hebt: hire one person. En daarmee bedoelen ze dat je dus twee personen aan kunt nemen in deze ronde. En dat is ook het eerste wat je gaat doen. Welke personen kun je aannemen? Nou, daarbij is dit voorbeeld heel erg belangrijk. Je ziet hier namelijk alle verschillende personen die je aan kunt nemen. Alleen, je mag alleen aan de linkerkant beginnen als het gaat over het aannemen. Je ziet namelijk aan de linkerkant welke personen je aan kunt nemen. En vervolgens zie je steeds verder naar rechts door middel van deze pijlen hoe mensen getraind kunnen worden. Dus als je iemand aan wil nemen, dan kun je alleen maar iemand kiezen uit deze meest linker kolom. Dus je kiest die persoon uit, je pakt de betreffende kaart uit de voorraad en die leg je bij alle kaarten die deze ronde niet aan het werk zijn gezet. Dus op die manier zou ik dat, als dit de situatie was, door middel van mijn recruiting girl en door middel van mijn CEO, zou ik dat twee keer kunnen doen. Ik kan twee keer dezelfde persoon aannemen of ik kan twee keer een andere persoon aannemen, zolang het maar kaarten zijn die voorkomen in deze meest linker kolom. Zoals de eerste actiemogelijkheid, het recruiten. De tweede actiemogelijkheid is train employees. En wat je daar bijvoorbeeld voor nodig hebt, is een coach. Je ziet hier namelijk dat deze coach personen kan trainen. Nou, welke personen kun je trainen? Je kunt personen trainen die op dat moment niet aan het werk zijn. Dus je weet nog dat je aan het begin van de ronde moest selecteren welke personen je wil laten werken en welke je los daarvan neerlegt. Nou, de personen die niet aan het werk zijn, die kunnen getraind worden. Hoe kunnen die getraind worden? Nou, daar komt hij weer voor. Je gaat dan kijken wat de volgende stap is in de carrière van de persoon die je wilt trainen. Dus stel je voor je hebt een Kitchen Trainee liggen. Dat is deze kaart. En je wilt die persoon gaan trainen. Dan ga je kijken: oké, okay, waar op dit overzicht zie ik de Kitchen Trainee? Die zie je hier aan de linkerkant staan. Als je hem wilt trainen, dan mag je de pijlen volgen. En dan mag je een van de volgende personen op basis van die pijl gaan kiezen. Dus je ziet dat de Kitchen Trainee een burgerkoek kan worden en een pizzakoek. Wat je doet, de persoon die getraind wordt, die leg je terug in de voorraad. Dus die gaat weg. En vervolgens pak je, pak je de persoon waarin getraind wordt, daar pak je degene van uit de voorraad. Dus in dit geval een burgerkoek of een pizzakoek. Je mag als je meerdere trainers hebt, niet dezelfde persoon meerdere malen trainen. Dus je kunt niet die burgerkoek bijvoorbeeld nogmaals doortrainen. Maar er zijn wat uitzonderingen op, want sommige kaarten zorgen ervoor dat het wel mag. Maar standaard mag dat niet. Dus dat is stap 2. Als je mensen hebt die kunnen trainen, dan ga je kijken welke personen wil ik trainen. En dan volg je de pijlen in het carrièrepad en pak je de volgende kaart die daarin naar voren nou, De derde stap is dat je iedereen uit gaat voeren die marketingcampagnes op kan zetten. En marketingcampagnes is een belangrijk onderdeel van het spel. Dat zijn alle blauwe kaarten. Dus als je een blauwe kaart aan het werk hebt gezet, dan mag je die op dit moment in de ronde uit gaan voeren. Dus ik heb hier een marketing trainee en die mag billboards gaan plaatsen. Nou, op het moment dat je een billboard of een andere marketingcampagne mag gaan plaatsen, dan pak je de betreffende marketingcampagne van de tafel af en die leg je ergens neer op het speelbord. Nou, welke campagnes heb je? Je hebt radiocampagnes, dat zijn deze. Je hebt brievenbuscampagnes, dat zijn deze. Je hebt vliegtuigcampagnes, dat zijn deze. En je hebt billboardcampagnes, dat zijn die. Nou, mijn marketing geeft aan dat ik een billboard mag plaatsen op een afstand van 2. Dat staat hier rechtsbovenin aangegeven. Dus ik mag billboards plaatsen. Dat betekent dat ik deze kan pakken, want dit is namelijk een billboard. De afstand is goed om te weten hoe dat precies berekend wordt. Je begint altijd met het berekenen van de afstand waar je hem neer mag leggen bij jouw eigen restaurant. In dit geval ben ik Santa Maria Pizza. Als ik over 2 iets neer mag zetten, dan bedoelen ze mee dat je 2 Tegelovergangen overheen mag gaan. Je ziet namelijk dat dit één tegel is hier in het midden. Dus als ik bijvoorbeeld een afstand van twee zou mogen hebben, dan zou ik 1, 2, bijvoorbeeld hier, maar bijvoorbeeld ook hierboven zou ik deze, dit billboard kunnen plaatsen. Het is een maximum afstand, dus je hoeft dat natuurlijk niet te doen. Je kunt hem ook dichterbij plaatsen. Bij een billboard is het belangrijk dat je een plaats dat hij grenst aan een huis. Dus ik zou bijvoorbeeld deze hier neer kunnen leggen, want op die manier is die grenzend aan huis nummer 8. En alle marketingcampagnes werken net op een niet andere manier. Je hebt namelijk de mailboxes, die, alleen, of die voeren alleen een marketingcampagne uit bij alle huizen die in dat blok gelden. Dus als ik hem bijvoorbeeld zo hier neer zou leggen, dan worden alle huizen in dit blok, die worden beïnvloed door de marketingcampagne van de brievenbus. Het billboard... Geld dus alleen voor de huizen waar die aan grenzen aan ligt, dus in dit geval alleen huis 8. Je hebt daarnaast ook nog het vliegtuig. Het vliegtuig op het moment dat je die plaatst, leg je hem aan de zijkant van het speelbord en die gaat in een kolom over het speelbord heen vliegen. En uiteindelijk worden alle huizen in die kolom beïnvloed door die campagne. Dus als ik hem hier neer zou leggen, dan zie je dat hij zo omhoog zou vliegen en dat zowel huis 8 als huis 10 beïnvloed zouden worden door deze campagne. Nou, de laatste is de radiocampagne, dat is nummer 2. En de radiocampagne die is actief voor de tegel waar die op komt te liggen. Dus in dit geval deze middelste tegel. En alle tegels eromheen. Dus in dit geval met deze 9 tegels zou elk huis op dit moment op het speelbord geraakt worden door mijn radiocampagne. Waarom dat belangrijk is, dat zullen we later nog eens uitleggen. Maar je wilt natuurlijk zoveel mogelijk huizen bereiken met jouw campagne. In dit geval mocht deze marketing trainee die mocht een billboard plaatsen. Die zou bijvoorbeeld deze hier geplaatst hebben. En daardoor weet hij dat hij namelijk nummertje 8, huis 8, uiteindelijk kan gaan voorzien van reclame. Als je dat gedaan hebt, dan ga je kijken welke je gepakt hebt. In dit geval heb ik nummer 12 gepakt. Uit de voorraad pak je ook een tegeltje met nummer 12 en die leg je neer op jouw marketing trainee. En daarmee geef je eigenlijk aan: deze campagne die hoort bij deze kaart. Je ziet nog wat anders staan op deze kaart, namelijk een maximum duration. Oftewel, hoeveel rondes blijft deze marketingcampagne doorlopen? Nou, voordat je dat kan doen, moet je eerst gaan beslissen wat je graag zou willen aanbieden aan de mensen door middel van deze marketingcampagne. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen: Oké, okay, deze marketingcampagne gaat over burgers. Als dat zo is, dan pak je een houten burger uit de voorraad. En voor elke ronde dat die mag blijven liggen, leg je één houten burger op dat billboard neer. Hier stond aangegeven dat die twee rondes zou mogen blijven liggen. Dus ik leg hier op dit billboard twee hamburgers neer. Het duurt dus twee rondes. Hij gaat hamburgers adverteren en daarnaast geeft het nummer aan dat hij hoort bij deze marketingtraineer. Dat mag je dus doen voor alle marketingtrainees die je aan het werk hebt gezet. Je moet dus goed kijken wat mogen ze aanbieden: billboards, brievenbussen, vliegtuigen. Noem maar op. Je pakt de betreffende uit de voorraad, je pakt ook het nummer erbij en je geeft aan hoe lang en wat hij precies gaat adverteren. Dus dat is altijd stap 3 van de working phase, namelijk het inzetten van een marketingcampagne. Stap 4 is het krijgen van voedsel en drinken. En daar is bijvoorbeeld eens even kijken. Er zijn ook altijd handige kaarten voor, want die kaarten zorgen namelijk voor dat je uiteindelijk over het speelbord mag gaan bewegen om voedsel te gaan verzamelen langs de verschillende plekken die zichtbaar zijn. Je ziet dat hier mijn Santa Maria pizza op deze tegel ligt. En op het moment dat ik drinken ga verzamelen, moet ik gaan kijken hoe ver ik uiteindelijk mag gaan rijden om drinken te verzamelen. Stel je voor als mijn kaart aangeeft dat ik op Afstand 2 drinken mag gaan verzamelen, dan mag ik maximaal twee keer over een tegel heen gaan naar een andere tegel en uiteindelijk proberen langs zoveel mogelijk plekken te gaan rijden om drinken te verzamelen. Dus voor als ik hier begin, dan zou ik bijvoorbeeld een route kunnen rijden die hier naar beneden gaat, hierheen gaat en bijvoorbeeld hierheen gaat. Nou, voor een afstand van 2 betekent dat dat ik dus twee keer naar een andere tegel ben gegaan en ik krijg drinken op basis van elk symbool waar ik langs rij. Nou, als ik hier begin, dan zie je dat ik langs dit rode symbool rij. Bij dit kruispunt reed ik langs dit gele symbool. En bij dit kruispunt verderop reed ik langs dat groene symbool. Je hebt geen auto's of iets dergelijks die aangeven hoe je precies gereden bent. Nee, je moet zelf even nagaan denken: oké, okay, hoe reed deze persoon precies bij het verzamelen van drinken en langs welke symbolen ben ik gekomen? Nou, je pakt volgens de betreffende symbolen uit de voorraad. Dus ik had hier een rode, ik had hier een geel drinken en ik had hier een groen drinken. En de drinken dat je verzameld hebt, dat leg je in jouw persoonlijke voorraad neer. De volgende stap is dat je uiteindelijk nieuwe huizen en tuinen kan gaan plaatsen. Je ziet hier een nieuw huis liggen en je ziet hier ook een tuin liggen. Mensen met een tuin, in dit spel in ieder geval, geven veel meer geld uit aan voedsel en drinken. Dus je wil eigenlijk dat de huizen die bij jou in de buurt liggen zoveel mogelijk geld gaan uitgeven en dus het liefst ook een tuin hebben. Nou, je hebt dat sommige kaarten je de voordeel geven om nieuwe huizen of nieuwe tuinen te mogen plaatsen. Nou, op het moment dat je dat mag doen, moet je weer rekening houden met de afstand van jouw restaurant en dan kun je bijvoorbeeld op het moment dat je een nieuwe tuin mag plaatsen een tuin neerleggen binnen die afstand bij een van de huizen. Daarnaast kun je ook een heel nieuw huis plaatsen, dus houd wederom rekening met de afstand. Maar zodra die grenst aan een weg en zodra die op een vrije plek ligt mag je ook een nieuw huis als nieuwe tegel neerleggen op het speelbord. De laatste stap is dat je ook nieuwe restaurants kan openen. Je hebt hier bijvoorbeeld de local manager, die mag een nieuw restaurant openen. Wat je dan gaat doen is dat je uit jouw voorraad een restaurant tegel plaatst. Die leg je op een plek neer binnen de afstand. En over het algemeen zal die aan het begin van de plaatsing met de coming soon zijde naar boven komen te liggen. De volgende ronde wordt die omgedraaid en is het restaurant echt actief. Dus als er staat dat hij met comics zo naar boven komt te liggen, zoals hier bij de local manager, dan moet je hem dus eerst omdraaien. Maar dan heb je de ronde daarna wel telkens twee restaurants waar je gebruik van kan maken. Zowel bij het verzamelen van drinken als het berekenen van de afstand. Goed, dat zijn dus alle stappen die je gaat lopen. Dus nog even in het kort: je gaat kijken welke personen je allemaal eh, op dat moment aan het werk hebt gezet. En je begint met iedereen die mensen aan kan nemen, daarmee ga je nieuwe kaarten verzamelen. Vervolgens mag je mensen gaan trainen. Dus je kunt mensen trainen door rekening te houden met deze diagram en ze telkens één stap naar rechts te verplaatsen. Vervolgens mag je marketingcampagnes gaan neer uitvoeren. En de marketingcampagne mensen die haal je even uit de boom van de mensen die je aan het werk hebt gezet en leg je je los daarvan neer. Vervolgens kunnen kaarten ervoor zorgen dat je voedsel of drinken mag verzamelen. En daarmee ga je als het ware een route maken. En dan krijg je drinken op basis van elke bron waar je langskomt. Nou, als ene laatste kun je nieuwe huizen en tuinen openen. En als laatste kun je ook nieuwe restaurants openen, wat jouw mogelijkheden alleen maar vergroot. Nou, op het moment dat jij al die stappen hebt uitgevoerd, dus al die zes stappen, je hebt van iedereen in jouw boom uiteindelijk de actie uitgevoerd. Dan is de volgende speler aan de beurt en die gaat exact hetzelfde doen. Dus de eerste twee stappen van de beurt, namelijk het plaatsen van de kaarten en van de beurtvolgorde, dat doe je allemaal tegelijkertijd, maar het uitvoeren van de acties doe je één voor één. Dus begint met de startspeler, voert die alle acties uit, en daarna pas de volgende speler die aan de beurt is, voert die speler alle acties uit. Nou, vervolgens kom je bij stap 4 en dat is dinnertime. Bij stap 4 ga je namelijk kijken welke mensen wat willen eten en welke restaurants dat kunnen leveren. Daar kom ik zo nog even op terug, want het is misschien eerst goed om te weten... ...hoe precies eten op bepaalde huizen terechtkomt. En dat gebeurt bij stap 6. Dus ik maak een kleine sprong in de ronde. Bij stap 6 worden namelijk de marketingcampagnes uitgevoerd. En voordat je precies weet hoe je uiteindelijk mensen eten en drinken kunt gaan geven... ...is het goed om te weten hoe het komt dat mensen zin hebben in specifieke voedsels. Nou, je gaat bij het uitvoeren van de marketingcampagnes... ...precies kijken welke marketingcampagnes precies actief zijn. En dat zijn dus alle marketingcampagnes op het speelbord. Nou, ik heb hier even een voorbeeld gemaakt van een billboard marketingcampagne die burgers aanraadt en een radiocampagne die pizza aanraadt. Je gaat al die campagnes beginnen met het laagste nummer één voor één uitvoeren. Dus het laagste nummer in dit geval, deze radio heeft twee en dit billboard heeft twaalf, oftewel de radiocampagne wordt als eerste uitgevoerd. Nou, de radiocampagne was dus dat de tegel waar die op ligt en alle omgrenzende tegels beïnvloed worden door die campagne. Dat betekent dus, omdat deze in dit geval pizza adverteert, dat alle huizen op het speelbord op dit moment een pizza daarop krijgen te liggen. En daarmee geef je als het ware aan dat al deze mensen zin hebben in pizza. Nou, op het moment dat je deze radiocampagne helemaal hebt afgehandeld, dan ga je door naar de volgende campagne, beginnen met het volgende nummer. Nou, in dit geval zou dat deze burgercampagne zijn. Deze burgercampagne die beïnvloedt op dit moment huis 8. En door het plaatsen van dit huis ook huis 1. Dus beide mensen daarin krijgen zin in een burger. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, haal je het bovenste grondstof van alle campagnes af. Om aan te geven dat deze één ronde is gebruikt. Dus deze burgercampagne kan nog één ronde door, want die was voor twee rondes. Deze radiocampagne helaas niet, daar haal je de laatste burger vanaf. Dus daarmee gaat deze radiocampagne weer terug naar de voorraad. En de volgende rondes wordt daar dus niet gebruik van gemaakt. Maar zo zie je dat op die manier door middel van de campagnes. Allemaal huizen verschillende voedseltokens krijgen en die probeer je aan de man te brengen in fase 4, namelijk de dinner time phase. Je gaat voor elk huis, het met het laagste nummer, ga je kijken wat de personen willen eten. Dus in dit geval zie je bij huis 1, dat is degene met het laagste nummer, dat deze mensen zin hebben in een burger en een pizza. Vervolgens ga je kijken of er restaurants zijn die dat kunnen leveren. En je kunt het leveren als je het in de persoonlijke voorraad hebt. Dus in dit geval heb ik dat niet. Als alle andere spelers het ook niet zouden hebben, dan blijft dit gewoon liggen en dan krijgt niemand geld voor dat huis. Nou, Steven, als ik nou de enige was die een burger en een pizza in de voorraad had, dan zou ik aan dit huis kunnen leveren. De standaardprijs voor een goed is 10 dollar. Dus je ziet dat ik twee goederen kan leveren, namelijk een burger. En een pizza, die had ik in mijn voorraad. Daarmee haal ik ze ook van het betreffende huis af. Zij eten dus twee goederen op. Dat betekent dat ik twee keer tien is twintig geld krijg voor deze levering. Nou, dat pak je dus uit de pot die op een gegeven moment steeds verder opgaat. En dat geld leg je neer bij jouw persoonlijke voorraad aan geld. Nou, in dit geval was het makkelijk. Er was namelijk één persoon die dat kon leveren. Maar er zijn heel veel kaarten en heel veel bepaalde karakters die invloed hebben op de prijs. De mensen willen namelijk bij het goedkoopste restaurant gaan eten. En de standaard unitprijs is dus 10. Dus elk goed wat ze kopen heeft een standaardprijs van 10. Maar sommige dingen kunnen dat veranderen. Je ziet hier bijvoorbeeld een Luxurious Manager, die voegt 10 toe aan de unitprijs. Dus stel je voor, als je een Luxurious Manager op dat moment actief hebt en deze mensen gaan bij jou kopen, dan kost deze pizza niet 10, maar dan kost die 20, omdat jij zo'n manager hebt. Klinkt als een heel goed idee, maar goed, als andere mensen dus ook een pizza aanbieden en die hebben niet zo'n hoge prijs, dan zullen de mensen daar naartoe gaan en dan heb je dus uiteindelijk er niks aan, omdat ze altijd naar het goedkoopste restaurant gaat wat uiteindelijk hetgeen aanbiedt wat ze willen eten. Je hebt ook nog een pricing manager, daarop staat aangegeven dat jouw prijs één naar beneden gaat. Dus dat kan er ook weer voor zorgen dat je juist een lagere unit prijs krijgt. Dus als ik een pricing manager heb en deze mensen eten bij mij een pizza, dan levert me dat niet 10. Mijn 9 geld op, omdat ik als het ware een korting geef. Maar er zijn nog meer dingen waar ze rekening mee houden. Ze houden namelijk ook rekening met de afstand van het restaurant naar hun huis. Ze willen namelijk zo min mogelijk rijden om bij het restaurant terecht te komen. Stel je voor, als dit restaurant hier en mijn restaurant allebei een pizza zouden kunnen leveren aan dit huis en we hebben allebei dezelfde prijs, dan ga je kijken welke het minst ver weg is. Je ziet dat mijn pizzeria uiteindelijk een afstand heeft van 1. Dit huis van 1 zit namelijk op deze tegel en er is een afstand van 1 tot mijn restaurant. Deze restaurant daarentegen heeft een afstand van 2. Ze moeten namelijk twee tegels overheen om bij dat restaurant terecht te komen. Nou, als de prijs gelijk is, dan gaan ze dus uiteindelijk bij mij eten. Want elke stap naar een volgende tegel voegt voor de klant 1 dollar toe aan de prijs. Dus voor hun, als ik bijvoorbeeld hier een pizza heb van 10 en deze heeft ook een pizza van 10, dan voelt voor hun mijn pizza als een pizza van waarde 11, omdat ze maar één stap over een tegel heen moeten, terwijl die hier als 12 voelt, omdat ze verder moeten rijden en daardoor gaan ze eten bij de goedkoopste. Onthoud wel dat je altijd het geld krijgt wat jij zelf hebt aangeboden. Dus je krijgt niet extra betaald als ze bijvoorbeeld verder moeten rijden om bij mij te komen eten. Dat krijg je niet. Maar je krijgt gewoon de unitprijs uitgekeerd per goed dat je aanbiedt. Dus deze pizza levert mij bijvoorbeeld nog gewoon 10 op. Dit is altijd het lastige onderdeel van het spel, dus onthoud even goed precies hoe het werkt. Je gaat bekijken: oké, okay, wat is de prijs die mensen uiteindelijk bij mij zouden betalen? En is die lager, rekening houdend ook met de afstand, dan van een ander restaurant, dan gaan ze bij mij eten en krijg ik het geld uitgekeerd op basis van wat ze eten. Houd ook rekening mee dat je dus altijd alles moet hebben wat mensen willen eten. Als je hier bijvoorbeeld wel een burger hebt, maar geen pizza, terwijl de mensen beide willen eten, dan zullen ze dus niet bij jou gaan eten, maar of bij een ander restaurant. En als niemand het aan kan bieden, dan blijft het liggen voor de volgende ronde. Dus op die manier gaat het met het krijgen van voedsel en het krijgen van geld. Toch zijn er ook nog een paar andere kaarten die wat dingen toe kunnen voegen, want als het nog steeds gelijk is op basis van alle stappen, dus je hebt gekeken naar afstand, je hebt gekeken naar unit price, dan kun je nog gaan kijken naar de waitresses. versus. Want degene met de meeste waitresses versus die wint in het geval dat het een gelijk spel is. Dus als ik bijvoorbeeld twee actieve waitresses versus heb in mijn boom van mensen. ...en een andere persoon heeft er geen één, dan gaan ze toch bij mij eten... ...omdat deze ervoor zorgt dat in het geval van de gelijkspel de mensen bij mij gaan eten. Nou, als dat ook nog steeds gelijk is, dan ga je kijken naar de beurtvolgorde. Degene die als eerste aan de beurt is, dat is de persoon waar uiteindelijk de mensen gaan eten. Nou, je begint dus met het huis met het laagste nummer... ...en zo ga je telkens een nummer hoger en ga je één voor één alles afhandelen... ...zodat uiteindelijk elk huis één keer genoemd is. Het is goed om te weten dat je nog wat speciale huizen ziet staan. Je hebt hier namelijk gewone huizen, maar je hebt ook huizen met een tuin. Nou, huizen met een tuin die zijn heel erg fijn. Want die zorgen namelijk voor dat je de dubbele betalen voor hetgeen jou uiteindelijk weet te verkopen. Dus als ik hier één pizza verkoop en huis nummer 1, dan krijg ik daar niet 10, maar 20 voor omdat huizen met een tuin dubbel betalen. Huizen met een tuin hebben nog een ander voordeel. Je kunt namelijk op gewone huizen maximaal drie grondstoffen kwijt. Dus voor als deze marketingcampagne zou gaan lopen op dit huis hier en dit huis is al vol, dan komt er niks bij te liggen. Want deze huizen hebben namelijk een maximum van drie grondstoffen per huis. De huizen met een tuin hebben een maximum van vijf. Dus daar kunnen veel meer pizza's, frisdrank en burgers komen te liggen, omdat daar dus maximaal vijf tokens op mogen komen te liggen. En ja goed, dat was de dinnertime phase. Dan ga je door naar stap 5 en stap 5 is het betalen van salarissen. Aan het begin van het spel zal het nog niet zoveel uitmaken, maar je ziet dat als je verder komt, dat sommige van deze kaarten van deze biljettekentjes aan de rechteronderkant hebben staan. Je moet voor iedereen, dus voor de personen die bij jou aan het werk zijn, maar ook voor de personen die deze dag niet aan het werk zijn, moet je 5 geld betalen per dollarbiljet dat je ziet op alle kaarten. Als dus je twee kaarten hebt met zo'n symbool erop, dan moet je 10 geld aan salaris betalen. Kan je dat niet, dan moet je mensen ontslaan. Maar wat goed is om te weten dat je überhaupt altijd aan het einde van de ronde mensen kunt ontslaan als je vindt dat je team te groot wordt, dus op die manier kun je ervoor zorgen dat het aantal salaris dat je moet betalen toch wat beperkt blijft. Nou, stap 6 heb ik al uitgelegd, dat is de marketingcampagne. Daarin ga je dus precies kijken welke marketingcampagnes er allemaal zijn en welke huizen nieuwe grondstoffen krijgen die je uiteindelijk in de volgende ronde probeert te verkopen. Nou, stap 7 is makkelijk, dat is de clean-up. Je gaat vervolgens al het eten dat je verzameld hebt deze ronde afleggen, dus dat kun je niet tussen rond door bewaren. En je neemt alle employees, dus alle werknemers die je aan het werk had gezet, die neem je weer terug aan de hand. En vervolgens ga je naar de volgende speler toe, naar de volgende ronde toe. En dan begin je weer met plaatsen van personen in jouw boom. En dan ga je kijken welke personen je deze ronde aan het werk gaat zetten. Nou, dat is een overzicht van de ronde. Maar er zijn nog een paar dingen die belangrijk zijn om te weten. Ik heb bijvoorbeeld nog niet gehad over de milestones die je daar aan de linkerbovenhoek ziet liggen. En nogmaals, er liggen er op dit moment vier open. Maar in het spel zitten veel meer milestones die je kunt halen. Op het moment dat iemand zo'n milestone haalt, dus bijvoorbeeld bij deze, als iemand voor het eerst een airplane campagne inzet, dan mag je daar de bovenste milestone van pakken. Op al die milestones staat een bepaald voordeel dat op dat moment vanaf jou in werking is. Dus bijvoorbeeld hier staat count two open slots when the mining order of play. Je ging dus de beurtvolgorde bepalen op basis van de personen die de meeste open slots hebben. Dus de meeste plekken die ze niet gevuld hebben met kaarten. En als je de deze milestone hebt, dan mag je daar dus twee bij optellen. Dus dan ben je sneller als eerst aan de beurt. In dezelfde ronde kan deze milestone nog gehaald worden door andere spelers. Aan het einde van de ronde worden alle milestones die deze ronde gehaald zijn omgedraaid. En kun je die dus niet meer halen. En milestones, kleine tip van mij, zijn extreem belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld een milestone die ervoor zorgt dat je een koelkast krijgt. En met die koelkast dan kun je grondstof bewaren tussen de rondes door. Want normaal moet je dus aan het einde van de ronde alle grondstof afleggen die je nog over hebt. Maar als je dus zo'n koelkast hebt, dan hoeft dat niet. En dan kun je dat bewaren naar de volgende ronde toe. Nou, op die manier ga je dus verder spelen. Aan het begin van het spel had je dus een pot gemaakt met geld. Waar je telkens als je geld krijgt, geld uithaalt. Als je geld moet betalen, dan voeg je dat daar niet aan toe. Dus daardoor wordt die pot steeds leger. Nou, Als die pot voor het eerst leeg is, dan draait iedereen de kaart om die je aan het begin van het spel open hebt gelegd. En daar staan een getal op aan geld wat toegevoegd wordt om een nieuwe pot te maken. Als die nieuwe pot wederom leeg is, dan wordt de ronde afgemaakt. En aan het einde van die ronde wint degene met het meeste geld. Dus wat je dan gewoon heel simpel doet, is al je geld tellen. En je kijkt uiteindelijk wie het meeste verzameld heeft. En die speler wint voertje en magnet. Nou, in principe is dat alles wat je nodig hebt om Voorjetje en Magnet te kunnen spelen. En mocht je dat niet gemerkt hebben, wij zijn extreem enthousiast over dit expertspel. Het is een hard spel, je kunt niet te veel fouten maken. Als je aan het begin bijvoorbeeld een belangrijke maalstroom mist, dan kan het zomaar zijn dat je uiteindelijk net niet helemaal lekker op gang komt. Maar ondanks dat alles vinden we het fantastisch, omdat het origineel speelt. Je moet soms een beetje dat artwork heen kijken, maar het past wel weer bij de setting. Dus als je op zoek bent naar een expertspel dat anders aanvoelt dan andere expertspellen, even vindt het wel leuk om elkaar soms een beetje in de weg te zitten, maar vooral ook om een lekker motortje op te bouwen, ja, dan denk ik dat je zeker eens moet gaan kijken naar Fuji en Magnet. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. Mocht je nou een vraag hebben over dit spel, mocht je dingen gezien hebben in deze uitleg die net niet helemaal kloppen, laat het even hieronder achter in de opmerkingen, dan hebben we alle regels bij elkaar. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Jee, we sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Alvast wel. Ja, dat zou echt leuk zijn.